Panasonic. Wij zijn als Panasonic enorm trots op dat wij dit project mede mogelijk hebben kunnen maken. Michiel, kun je wat meer vertellen over waarom jullie voor Panasonic hebben gekozen? Nou, het moeilijke van dit hele project wil je dan een groot gebouw van een G-label naar een A++ label krijgen. En dat geeft behoorlijk wat uitdagingen. We hebben dus met warmtepompen gewerkt en vloerverwarming en alles bij elkaar is dat gewoon technisch best wel ingewikkeld. En Panasonic is daar heel geschikt voor om dat goed aan te kunnen sturen en in te regelen. DHPS en Panasonic onderscheiden zich door service en kwaliteit, maar vooral door kennis. We weten niet alleen wat we verkopen, maar ook hoe en waar dit het beste is toe te passen. We staan hier op het dak in Amersfoort van een groot appartementencomplex. 31 stuks. Op het dak ziet u hier staan 3 monoblocks in cascade van Panasonic. En waarom cascade? Cascade, zeg maar, er wordt nooit meer vermogen gegeven of geleverd dan er wordt gevraagd. Als er meer vermogen in het pand nodig is, gaan er meer machines aan. Iedere Panasonic warmtepomp is voorzien van Service Cloud. En de installateur op dit project, Michiel, die gaat ons daar iets meer over vertellen. En je hebt Service Cloud, dat is echt voor de installateur. En dan kan ik veel dieper in de machine komen. En daar kan ik hem dus echt helemaal mee inregelen, afstellen, zien of er storingen zijn. Ik krijg mailtjes. Dus daarmee kan ik echt de Panasonic echt heel goed aansturen. En dat is wel een groot onderscheid met andere warmtepompen, dat ik zo goed de machine kan besturen. We hebben voor deze oplossing gekozen met een warmtepompborder. Het bespaart een enorme hoeveelheid energie om topwater mee te maken. Het systeem is gekoppeld met een warmtepomp monoblocks. En dat betekent dat je geen hoge temperaturen hebt. Dus om topwater te maken heb je een border nodig. Het mooie hiervan, je gebruikt de binnenlucht om topwater mee te maken. En dat onttrekt hij aan de wc en aan de huiskamer. En dat is buitengewoon energie-efficiënt. Zo hebben we ook geen ventilatiebox in deze ruimtes nodig. Een ander aspect van deze warmtepomp is de vloerverwarming. Die is in dit gebouw helemaal ingefreesd, zodat we het hele gebouw op lage temperatuur kunnen stoken. En dat is buitengewoon goed voor het A-label, anders zou je dat niet kunnen krijgen. Het voordeel van de samenwerking tussen Panasonic, DHPS en Michiel Ecobouw is dat als je product en kennis met elkaar bundelt, ben je iedereen altijd een paar stappen voor. Panasonic.